Ja. Nou, de leerlingen in de sportklas op de RSG, waar zij dan onderdeel van uitmaken, die volgen een aantal clinics per jaar. En daar zit ook een clinic bij die samen gegeven wordt met de NEBAS, Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten. En daar volgen zij een rolstoelbasketbalkliniek. En samen met de NEBAS hebben wij daar een goede doelactie aangekoppeld. Dus dan gaan zij hardlopen, daarmee zamelen ze geld in. En dat geld dat doneren wij dan aan een gehandicapte sportvereniging. Of in dit geval aan het G-voetbal wat onderdeel uitmaakt van VVAG. En wij hebben gemeend dat we dat dit jaar dan aan jullie gaan geven. En vervolgens hopen wij dat daar dan een goede bestemming natuurlijk voor komt. En dat er veel geld op de goede plek terecht komt. En dan gaan we er nu over handelen. Okay. En dat doen de leerlingen zelf. Ja, als jullie hem aan Miglon willen geven, moet je hem even in beeld houden. Wie gaat zo? Ja, alsjeblieft. Dank je wel, hè. Ja. En dan moet je er even een fotomomentje maken, hè. Dat handje zo erbij. Goedenavond. Dag Frits, hoe is het? Ja, goed. En met jou? Heel goed, ja. Mooi, we staan weer op VVG-terrein. G-voetbalavond, een voetbalkliniek. Een jaar geleden, hè? Een jaar geleden, ja. Super dat het... jullie hebben ondertussen wel een kampioenschap achter de rug. Ja, maar dit is weer een kliniek met het eerste team. Ja, de spelers van het eerste doen dat elk jaar weer, die kliniek. En dan gaan ze in groepjes van 4-5 maanden. En dan worden ze helemaal onder handen genomen. Dat wil zeggen... Een beetje conditietraining en balvaardigheid gaan ze oefenen. Ja, gaaf dat het gebeurt, hè? Ja, hartstikke leuk. Dat G-voetbal, voetbal met een aanpak, dat zijn voetballers met een beperking, hè? De kans krijgen om te voetballen in ons Harderwijk. Ze genieten ervan. Ze winnen de pracht. Ja. Nou, en wij ook. Ik wens je een topavond. Ik ga hier en daar wat stukjes Wij gaan kijken, we gaan lekker opnemen. Ja. Nou, dan komt het goed. En dan gaan we het terugzien op lokale televisie Harderwijk. Lokaal, HK13. Daarom. Doe het, Frits. Ja. Succes. Oké. Okay. Hey, kom even naast je zitten. Ja hoor. Hey, leuk hè, we zitten hier op de bank. Ja. Dit is de beste bank van VVG. VVG, ja. Ja, mooi hè. Ja. Heb jij er ook zo'n zin in vanavond? Ja, ja. Ik ook ja. Ja. Ja, het wordt geweldig hè. Ja, zeker. Het is mooi weer. Hier, ja. Dan loopt er nog eentje voor onze camera langs. Ja. Ja, daar lachen we gewoon om hè. Ja, dat is ja. Helemaal niet erg. Nee. En heb je al een goed voetbalseizoen op de rug? Ja. Achter de rug? Ja. Ja.
Veel gezelligheid? Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Ja, ook ja. Veel gezelligheid bij geven. Gezelligheid, ik vergeet, ja. Oké. Ja. Nou, we gaan het weer volgen vanavond en we gaan weer een heel mooi filmpje ervan maken. Ja. Doe je mee? Ja. Oké. Doei, zeg even dag. Dag. Ik ben Jochie, was van 6. Vroeg ik mijn vader, wat zal ik doen? Ga ik bij voetbal, past dat bij mij? En dit was toen wat hij zei. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Toen ik een jongen was van 12, vroeg ik mijn trainer, wat kan ik doen? Moet ik gaan keepen, is spits wat voor mij? Dit was toen waar hij zei. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, ben ik vader van 3 zoons, die mij ook vragen, wat is oké? Ik zal ze zeggen, wat ze ook doen, doe het bij VVOG. VVOG, olé, want dat is de club, oké. Als fan of als speler, hey, VVOG. Goedenavond, mannen. Goedenavond. We zijn 2 keer kampioen. Hoe staat het met de vorm? Goed? Ik kom hier even wat vragen, kom bij me. Hoe gaat het vanavond? Ja, goed hoor. Ja, ik zag jullie daar nog bezig. Hartstikke goed. Pakken jullie dat eerste team? Ze luisteren even niet. Pak je ze even goed aan vanavond? Jawel hoor. Oké, hoe gaat het met jou? Ook goed hoor. Je hebt een mooi shirt aan. Ga je vanavond ook kijken? Barcelona tegen Bayern München. Zeker. Wat wordt het vanavond, denk je? Ik denk gelijkspel. Gelijkspel? Nou, dan hebben we dat hele mooie. Kom jij er ook even bij? Het mooiste shirt van de wereld, Ajax. Natuurlijk. Ja, hey, nu gaan we trainen met het eerste team. Ja. Een klein beetje een eer, hè? Vind je niet? Ja. Leuk dat de jongens dat doen, hè? Zeker. Zeker weten. Nou, doe allemaal je best. Geniet ervan. En ze kunnen tegen een stootje te pakken. Ze maar even aan, hoor. Oké? Afgesproken. Even geblesseerd maken. Nou, dat niet. Maar wel een beetje aanpakken. Oké, succes. Goedenavond. Goedenavond. VVG. Ja. G-voetbal. Ja. Trainer van het eerste team. Ja, klopt. Lode Wegers. Lodewegers, hele moeilijke naam. Moeilijke naam. Bekende in het profvoetbal. Ja, ik heb er jaren gewerkt. Ik ga er weer werken. Ja, klopt. Volgend jaar naar Cambuur. De laatste weken hier ook bij VVG. Maar laten we het over het G-voetbal hebben. Belangrijk, hè? Dat het eerste team zich inzet voor het G-voetbal. En ik vind het hele mooie. Ja, dat is ook mooi. En die jongens die vinden dat ook mooi. En het gaat altijd maar om glimlachen op het gezicht en plezier hebben in voetbal. En plezier hebben ook om samen dingen te doen. Hè? En dat is heel belangrijk. Kijk maar naar de kopjes van die spelers, ook vooraf. Hè? Je ziet er gewoon een paar die echt gespannen zijn. Hè? Van, we gaan met het eerste meedoen. En zo. Ja, met de grote mannen. Ja. Dat is toch een geweldig gezicht om te zien. Hè? Ja, daar geniet ik zelf ook van. Met het lokale gebeuren. Gisteravond was ik bij de meisjes. Vanavond zijn we bij het G-voetbal. Ja. Ik vind het belangrijk dat het verbonden is. Verweven is in één club. Het voetbal. Uit alle soorten voetbal. Wat het ook is. Hey, en ik zat er jaren geleden. Had je ook bijna geen meisjesvoetbal. En nu heb je ook meisjesvoetbal. Je hebt G-voetbal. Je hebt jongensvoetbal. En dat is ook een reflectie van de maatschappij, denk ik nu, of niet? Goeie zaak. Het is allemaal open, iedereen wordt erbij betrokken. En dat is gewoon één grote familie, lijkt het wel. Hè? Dat is prachtig, dat is hartstikke mooi. Nou, dat is prachtig. Ik wens u volgend jaar succes bij Cambuur. Dankjewel. En ik ga vanavond nog wat beelden schieten voor lokale televisie. Oké. En dan gaan we het vanzelf terugzien. Ja. Succes. Veel plezier, dankjewel. Ja.
We've been playing up around the world, and we've seen so much places. Yes, we won so many races. We are strong, and together we will play our games. Makes us proud to be a member, and we always will remember to serve our name. Green White United is our team that you will go on. Green White United, in a year we'll be number one. Every weekend we are on the green. We will fight all like crazy, cause there is no playing lazy. And our crowd is supporting in each and every way. Makes us strong, makes us better, cause as long as we're together, we can say. Green White United is our team that sure will go on. Green White United, in a year we'll be number one. When we are playing in our green and white dynamite, it makes us feel so much better, and it really, really doesn't matter if we will win or we will lose. We'll just go all the way, cause our pride gives us the power, and when we in the end are having a shower, we still all together will say, Green White United is our team that sure will go on. Goedenavond jongens. Ja. Lekker getraind met het eerste team. Ja. Gaan we eerst even een rondje even voorstellen. Hoe heet je? Ja. Remco. Dennis. Tigo. Graco. Hey, dat is een eer, hè? Trainen met het eerste team. Gisteren was ik bij de dames, bij de meiden van VVG. Nou staan jullie voor het G-voetbal reclame te maken om met het eerste team te trainen. En hoe ging het? Was het leuk? Ja, hartstikke leuk. Geweldig, hè? Ja. Hoe vond jij het? Hartstikke leuk. Ja, ik vond het natuurlijk heel goed gaan. Oh, hartstikke gaaf. En jij? Ja, ik vind het ook wel leuk, ja. Ik zag je een paar mooie doelpunten maken. Ja. Ja, keurig. Nou jongens, ik neem een petje voor jullie af. Jullie zetten je geweldig in voor de vereniging VVOG, of VOG, zoals jullie zeggen. Ja. En ga lekker wat drinken en wat eten in de kantine. En ik zeg tot volgend jaar of bij een wedstrijd van jullie. Ja, tot de volgende keer. Doei.